Hallo, dag liefste Steenbok, welkom. Mijn naam is Gail en vandaag doe ik een lezing voor jullie met betrekking tot de energieën voor de week die eraan zit te komen. Ik ben altijd heel graag mijn lezingen met een korte astrologische achtergrond die eventueel wel van belang kan zijn voor jullie. En daarna spring ik heel graag over naar de tarotlegging zelf. Weet dat deze legging goed is voor zowel steenbok in ascendant als zonteken als ook maanteken. Goed, liefste steenbok, het is even geleden. Voor degenen die hier al even zijn en mij al een tijdje volgen, alvast ten eerste dank u. Jullie steun betekent enorm veel voor mij. En ja, het is wel langer geweest dan een week. Ten eerste, ik ben wat ziek geweest. Dus geen moment om een video te maken dan. En dan ook nog eens heel druk erbij, zodanig dat ik weinig tijd had. En gewoon geen tijd had om alle 12 van de video's te uploaden. Dus bij deze, jullie zijn eerste aan bod vandaag. Liefste Steenbok, kijk, waarover had ik het heel graag gehad? Wij komen in de periode van het jaar dat we te maken zullen hebben terug met eclipsen. Zowel een maaneclips als een zoneclips komt eraan. En omdat we die eclipsen meestal enkele weken op voorhand al voelen, energetisch alvast, wou ik het toch daar eventjes over hebben. De allereerste eclips die we tegenkomen, nu is op 25 maart tenminste, dus binnen enkele weken. Dus, en daarom zeg ik dat ook, het is een maansverduistering, een eclips. En 4 tot 6 weken voor deze maansverduistering ga jij die energie al voelen. Dus ik vond het wel belangrijk om nu eens alles omtrent deze eclips duidelijk te maken met jullie. Dus, eclips, maanverduistering. Het is ten eerste in het teken van weegschaal. Dat is al belang voor ons om te zien waarover het zal gaan. Ten tweede, voor de mensen die dit eventueel niet weten. Wat is een eclips? Wat is een maansverduistering? Hoe ziet dat eruit? Ik onthoud dat bijvoorbeeld altijd het gemakkelijkste en het beste als... zie de zon als een bol, dan heb je de aarde. En dan heb je eigenlijk daarachter de maan staan. Dus alle drie op één lijn. Dus wat gebeurt er als de zon hier is? Die schijnt zijn licht overal rond. Het licht komt tot op de aarde. Maar als de maan daarachter staat, en die is kleiner, dan gaat eigenlijk de schaduw van de aarde gaat volledig op de maan gaan schijnen. Zodanig dat het licht van de zon geen kans heeft om op de maan te komen. Dus dat is eigenlijk die maansverduistering dat we krijgen. Zodanig, vanaf dat die drie op een lijn komen, hebben we eigenlijk een maansverduistering, omdat het licht van de zon niet aan de maan geraakt, omdat de aarde in de weg staat. Dus dat vond ik het simpelste om uit te leggen. Ik vind het altijd leuk als we weten hoe die zaken hier in de macrocosmos uiteindelijk ook eruit zien in realiteit. Nu, wat gaat deze eclips met ons meebrengen? Ik denk heel wat, want anders zou ik er niet over hebben. Ten eerste weegschaal. Weegschaal gaat over balans creëren. Nu, wij zien ook, deze eclips zal in ons 7e huis zijn. Dat is het 7e huis voor iedereen. En het 7e huis gaat over relaties. Dus als we die twee al te samenbrengen, dan spreken we al over balans met betrekking tot relaties. Nu, dat is heel kort door de bocht, maar daarover zal het eigenlijk allemaal gaan. Ik denk algemeen, je moet eigenlijk deze eclips ook een beetje zien als een volle maan, als het ware, energetisch, maar dan maal drie. Dus zal zeker, of toch voor degenen die al last hebben van een volle maan naar slaapgedrag toe, kan dit nog meer geaccentueerd nu worden de volgende weken. Dus ben jij een slechte slaper door de volle maan, dan ga je dat de volgende weken nu ook zeker ondervinden. Daar is niet omheen te gaan. Maar algemeen, ik zei het al, meer balans. Er zullen veranderingen aankomen in jouw relaties, waar dan je ook meer in jouw eigen kracht komt te staan. Hè. Eigenlijk als we deze eclips willen begrijpen, moeten we deels terugdenken aan de tijden en moeten we eens kijken wanneer deze eclips in weegschaal al voorgevallen is. Dus denk maar eens, als wij kijken astrologisch, denk maar eens aan 2013 en 2015, dan hebben we dezelfde eclips ook terug gehad in weegschaal. Dus als we dan kijken naar die periode, wat is er voor jou specifiek gebeurd met betrekking tot jouw relaties? Dus dat kan vrienden zijn, dat kan liefdesrelatie, dat kan leidinggevende zijn, dat kan familie zijn, dat kan dus algemeen in een grote pool uw relaties.
Dus 2013, 2015, 2004 en 2006, daartussen, hebben we ook dezelfde eclips gehad. En als we dan nog eens verder teruggaan, in 1995, 1997 ook voor degenen die er waren. Maar ik denk de meeste dan wel van ons. Maar als je daar ziet, als er daar iets gebeurd is tijdens deze jaren, dan gaan die aspecten terugkomen. Dus telkens als wij een eclips al gehad hebben in het verleden en er is iets gebeurd in die periode, dan zal dit aspect bij de volgende zelf soortgelijke eclips terugkomen. Ik denk deze eclips zal veel te maken hebben met uw karma algemeen. En ook alles dat te maken heeft met de Noord- en de Zuid-maanknoop. In het Engels heten we dit de North and the South Node. Dat is soms wat gemakkelijker om te zeggen. Waarover gaat uw Noordknoop? Dus op astrologisch gebied hebben we een Noord- en een Zuidknoop. Uw Noordknoop gaat over uw levenspad. Uw levenspad die eigenlijk duidelijk wordt, en dat is meestal na uw 40ste levensjaar. Uw Zuidknoop vertelt eigenlijk alles wat er gebeurd is met u voor uw 40ste levensjaar. Dat gaat over uw karma, uw gaven. En wat dat je hier ook zelf nog komt te genezen. Ook uw zaken dat je meegenomen hebt van een vorig leven. En we zien dat eigenlijk heel mooi. Ziet dat als een rechte lijn. Uw zuidknoop, uw noordknoop. En ziet dat als uw levenspad als het ware. En alles dat daartussenin gebeurt is geen dat we in ons leven meemaken. Ja. Dus telkens eigenlijk dat wij een eclips hebben, zal die betrekking hebben op die maanknoop. Zowel op die zuid- als op die, op die noordknoop. En dat zal dan te maken hebben met uw karma, met uw levensbestemming, met uw levensdoel ook als het ware. Dat zijn zaken die u met deze eclips wel aan het bod zullen zien komen als het ware. Ik denk ook dat je een beetje kunt zien, hè, deze eclips op 25 maart nu als een soort van een portaal. Een portaal dat open gaat, dat ons een kans geeft. Het enige wat wij dienen te doen is erdoor stappen. En dat is een portaal die ons kan als het ware ook transformeren, veranderen. Het zal allemaal betrekking hebben met jouw levensdoel. Waarvoor je hier dient te zijn. Zullen zaken afgesloten worden en nieuwe zaken terug beginnen. Ja. Nu, een eclips kan wel intens zijn. Ik zal dat er ook wel bij zeggen. Maar zowel als het een intense periode is, zal het ook een periode zijn waardoor dat je als het ware bevrijd kunt zijn. Hè? En zeker in relaties kan dat een grote rol spelen. Hè? Bepaalde hoofdstukken in ons leven met betrekking tot relaties kunnen eigenlijk afgesloten worden en waardoor we ons meer bevrijd voelen om vooruit te kunnen gaan, om die last niet meer mee te nemen met ons. Hè? Zoals dat ik zei, deze eclips is voor ons allemaal in ons zevende huis. Dus ons huis die relateert naar onze relaties toe, die betrekking hebben op onze relaties met anderen rondomsheen. Ja. Ik heb ook neergeschreven tenminste dat de periode is die weerspiegeling brengt met betrekking tot balans ook brengen in ons leven. Balans niet enkel naar uw relaties toe, maar ook naar jouw werk toe. Ook naar jouw eigen verantwoordelijkheden toe. En balans naar jezelf ook toe, hoe je kijkt naar jezelf. Dus niet altijd te scherp zijn of zelfs niet scherp genoeg zijn. Uzelf eens goed onder aandacht brengen. Dat zal ook heel belangrijk zijn. En dus alles balans met betrekking tot relaties. Dus als je dan kijkt, hè, want meestal, nobody's perfect, wij zullen wel allemaal ergens wel een imbalans hebben in ons leven. We zijn geen robotten, denk ik dan. Deze eclipse zal eigenlijk aan jou, als het ware, ja, een go-ahead geven, een mogelijkheid geven, dat je terug balans kunt brengen waar er geen balans is in jouw leven. Hè. Ik denk dan als je dat weet, en ik denk voor de meeste van ons zullen wij dat al aanvoelen. Dus voelde jij iets energetisch aan dat je wenst aan te pakken, dat je wenst te veranderen, duw dit dan ook niet weg. Luister naar dat binnenste, hè? Luister daar naartoe en reageer daar dan ook naartoe. Zoals ik zei, eclipsen zullen eigenlijk zaken naar de oppervlakte brengen en onder de aandacht gaan brengen. Niet te vergeten dat we ook nog Pluto hebben in Aquarius, die doet eigenlijk net hetzelfde. Zaken die weggestoken zijn, zullen naar de oppervlakte komen. Dus je hebt eigenlijk een dubbele energetische belading daarvan. Zoals ik zei, dat kan wel leiden tot een intense periode, kan leiden tot drama eventueel.
Hoofdstukken die worden afgesloten, oude relaties die verdwijnen, nieuwe die in de plaats komen. Ook een periode waarin dat je meer grenzen zult moeten aantonen of eventueel waar dat je te veel grenzen aantoont, ietsje minder. Dus terug een balans creëren. Bepaalde samenwerkingen kunnen stoppen met mensen. Dat kan heel breed zijn. Hè. Dat kan op het werk zijn, maar dat kan zijn met mensen die u helpen. Ik denk bijvoorbeeld aan een psychiater, die heeft u geholpen. Hè. Die is u aan het helpen. Je komt eigenlijk tot aan een doel. Je bent eigenlijk geraakt tot waar je moest geraken en daardoor zullen bepaalde relaties eindigen, als het ware. Het is een deel, een hoofdstuk van je leven dat voltooid is, dat niet meer hoeft, als het ware. Hebt die persoon die je geholpen heeft, heb je dan niet meer nodig. Die samenwerking hoeft ook niet meer. En daardoor maakt het de ruimte voor een nieuwe samenwerking die eraan kan komen. Hè? Algemeen dus meer balans in overeenkomsten zal van belang zijn. En zoals ik zei, zaken die niet opgelost zijn, ook in uw huidige relatie, die kunnen nu eigenlijk naar boven komen. En die eclipse kan zorgen dat je eigenlijk een oplossing kunt vinden. Dus ik vind dat voornamelijk positieve energie en positieve boodschappen die met een eclipse kunnen meekomen. Nu, voor jou specifiek dan, liefste Steenbok. Dat is dan zeker gekeken naar jouw ascendantzijde, maar ook voor jouw maanzijde. Dat is geen probleem. Jouw tiende huis wordt belicht tijdens deze transit van deze eclipse. Dus dat jouw tiende huis is jouw werk en jouw carrière. Dus algemeen kan ik daaraan relateren dat je nieuwe energie zult krijgen. Sowieso. Om bepaalde zaken waar dat je ergens vast zat op werkgebied of op carrièregebied, ga je nu nieuwe energie hebben om er als het ware uit te kunnen geraken. Het kan zijn ook dat je algemeen zult stoppen hoor, met een bepaalde job en dat je zult veranderen naar een andere job of een tweede job erbij krijgen, een bijberoep, dat kan ook heel goed. Kan ook zijn met deze eclipse dat je dient te verhuizen voor een nieuwe job. Dat kan bij sommigen ook aan bod komen. De tiende huis ook, kan ook gerelateerd zijn naar uw vader of toch vaderfiguren. Dus uw relatie met uw vader, uw vaderfiguur, is die er ook niet meer. Dat kan ook, dat hoeft niet, uw vader hoeft niet meer levend te zijn, maar het kan zijn dat die zaken terug naar boven komen. Dus uw relatie zal terug belicht worden met een vaderfiguur, of dit kan althans. Ik zou ook zeggen, let op voor een clash, eventueel met autoriteiten, of toch mensen die een autoritair gezag hebben over jou, of leidinggevenden. Alle mensen die jij zo'n beetje ziet, die, ja, eigenlijk is het niet de bedoeling dat ze boven ons staan, maar dat je toch zo aanvoelt, kan wel zijn dat je daar momenteel wat moeite mee zult hebben. Maar ik denk dat je levensdoel wat duidelijker zal worden, zeker met betrekking tot jouw werk en jouw carrière. Ik denk dat dat enorm zal belicht worden tijdens deze periode. En het kan zijn dat je daardoor ook meer discipline en strategie dient aan te passen ergens. Met betrekking tot jouw werk en jouw carrière, zodanig dat je ergens terug meer een beetje controle krijgt. Zodanig dat je meer een beetje in jouw kracht komt te staan. Hè. En ik weet, Steenbok, discipline en strategie, dat zijn geen ongekende woorden voor jou. Ik denk dat dat zaken zijn dat je heel goed kan. Dus ik zou zeggen, gebruik jouw gaven daar dan ook wel voor tijdens de volgende weken die eraan zitten te komen. Eigenlijk is het een lange periode. Vier weken tot zes weken voor de eclipse, 4 tot 6 weken erna. Dan spreken we over 8 weken op zijn minste. En weten we dan ook nog eens op de 8e april dat we ook nog eens naar een zon-eclipse gaan, die nog eens andere energieën met zich meebrengt. Dus het is een hele, hele interessante periode die eraan zit te komen. Neem deze periode ook al vast. Ik zal het er gewoon nog bij zeggen, waar dat je dient rust in te plannen, plan ook nog rust in. Omdat het een zeer intense periode kan zijn tijdens een eclipse, kun je dat wel gewaar worden op je lichaam. Hè? Dus luister heel goed naar je lichaam tijdens deze volgende weken. Dus grote veranderingen voor ons allemaal en zeker voor jou ook, Steenbok. Ik zal het hier afronden, het luikje van het astrologisch luik tenminste. Ik probeer altijd zo wat onder de 15 minuten te houden, omdat ik heel graag overga naar de tarotlegging zelf. En anders duurt de video gewoon te lang.
Voor degenen die nieuw zijn, misschien iets kort over mijzelf. Ten eerste, nogmaals, welgekomen. Ik ben tweetalig, vandaar ook mijn naam, Gail. Ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. En tijdens een tarotlegging connecteer ik altijd in het Engels. Dus je zult mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Maar geen paniek, ik zal ze direct verklaren en vertalen voor jullie, indien nodig althans. Ik begin altijd heel graag mijn lezingen of mijn leggingen met wat orakelkaarten. Die leggen zo heel mooi de basis. Er komen heel tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Goed, genoeg gezegd denk ik dan. We beginnen eraan. Alright. Ik heb zelf niks moeten vragen. Kijk, onderaan de deck heb ik al Gateway. Ik had het nog maar net meegegeven, hè, dat we voor een portaal staan momenteel. Hè. Een portaal waar we doorheen dienen te gaan. Een moment waarin dat we kunnen transformeren, veranderen, met betrekking tot ons levensdoel. Hè. Dus mis die kans dan ook niet, hè. Ik zie eronder ook nog een striving en een nieuw begin. Dus als je ene keer dat jij door een bepaald portaal gestapt bent, als je die transformatie ondergaan hebt, dan ga je alleen maar floreren. En dan komt er een nieuw begin op jou af. Die heel veel plezier voor jou kan binnenbrengen. Dat zie ik alvast. Dat zijn de eerste kaarten. Ik heb dan ook aan de andere kant van de deck heb ik ook Simplicity en Solitude. Nu, die twee kaarten tonen eigenlijk omgekeerde energie aan. Toon aan dat je zaken simpel moet houden en dat je ook eens tijd moet nemen voor jouzelf. Zoals ik zei, komt een intense periode eraan. De ene zal dat wat intenser ervaren dan de andere steenbok. Heb jij het al druk in je eigen leven? Komt die energie er ook nog eens bij? Probeer dan wat tijd ook voor jezelf te nemen. Net zoals dat we met de volle maan doen en we trekken ons eens even terug, probeer het ook nu dan te implementeren. En daarvoor is die solitude kaart, om jou daar eventjes aan te herinneren. Die tijd zal eventueel wel nodig zijn voor jou om dan alles eens, ja, als het ware op een rijtje te kunnen zetten. En simplicity, hè. Probeer alles zo simpel mogelijk te maken, hè. Met uw strategieën, uw balans in uw leven te brengen. Balans creëert ook simpelheid en simpel leven, hè. Zaken die uit balans zijn, creëren wanorde in ons leven. Zowel op mentaal vlak, als op huiselijk vlak, als in onze relaties. Dus probeer alles zo mooi en simpel in balans te houden. Oké. Okay. Neem er graag nog een tweede deck bij. Ik werk vandaag met 3 decks van orakelkaarten en 2 tarot decks. Alright, show me what I need to know. Thank you. Anything else? Thank you. Ja, ze zijn snel. Field of Dreams. Van de 2 naar de 3. Dat is mooi. Oké. Ja, dat is vooruitplannen, oké. Okay. Ik heb de Gentle Gardener. Deze kaart komt bij mij altijd over als de Knight of Pentacles. Dat is een hele stapgewijze, mooie energie. Of de Seven of Pentacles kan er ook mee gerelateerd zijn. Is een energie die zegt stap voor stap vooruit gaan. Rome is niet in een dag gebouwd. De Gentle Gardener, die is rustig. Die neemt zijn tijd om iets te doen groeien. Je ziet hier als het ware ook, en ik heb 2 keer hetzelfde. Dat is speciaal. Field of Dreams. Ik heb maar 2 kaarten waarbij dat er engelen op eieren zitten. Dus je zit hier letterlijk. Zie je hier de engelen op die eieren zitten. En hier als het ware ook. Dus de Gentle Gardener in the Field of Dreams. Dus deze kaarten beide geven direct aan dat jij moet geloven in je dromen. En dat je op het punt staat om je levensdoel, om je dromen tot werkelijkheid te realiseren. Hè. Neem je tijd daarvoor, maar geloof ook in de magie rond u. Die magie relateer ik hier aan die elfjes die daar zitten. Maar die elfjes hebben tijd, die nemen stap voor stap. Die geloven dat alle energie in dat universum in hun voordeel werkt. En die werken daarmee samen. Ja? En die blijven zitten tot de tijd is dat het ei uitkomt. Want eigenlijk, zo'n elfje is niet warm of groot genoeg om een idee te kunnen laten uitkomen, als het ware. Maar ze doen het wel. Ze zitten erop en ze wachten omdat ze erin geloven. Dus deze kaarten belichten dat ook voor jou. Geloof in jouw dromen, durf te gaan, durf door dit portaal te gaan. Die nieuwe beginnen voor jou zal meebrengen.
En neem het stap voor stap van de 2 naar de 3. 2 bovenaan, dat is plannen. En de 3 is wanneer eigenlijk dat de eitjes uitkomen. Ja, de 3 is your ships coming in. Alles komt tot fluïtie. Maar stap voor stap. Zeker geen treden overslaan. Keep it simple. Oké, mooie evolutie. Oké, show me what I need to know, please. For Capricorn. Next week. Anything we need to know, please, for Capricorn. Thank you. Ja, ik heb de Magic Guardian. Hè. Dat zijn, dit deck zijn zeer shamanistische, prachtige kaarten. Dus dat is een guardian, is als het ware een engel die voor jou komt zorgen. En het is de Magic Guardian. Dus unlock your magic within. Ik denk vaak durven we niet meer geloven in magie, maar magie zit letterlijk alle dagen rondom ons. En als kind zijnde geloofden wij er allemaal veel meer in. En deze kaarten tonen aan dat je nog moet dromen en geloven in de magie die rondom je is. Als het ware dat die elfjes daar zitten en die elfjes kunnen iets doen om poppen in jouw leven. Hè. Die Magic Guardian doet net hetzelfde, of vraagt eigenlijk net hetzelfde. Geloof in jouw magie en wat je kunt aantrekken, manifesteren, wat je ook maar wenst. Hè. Jij zit achter het stuur van jouw leven. Jij hebt de magie om alles aan te trekken wat je maar wilt. Ik heb ook de Spirit Fox. Trust your talents in changing times. Dus wanneer zaken aan het veranderen zijn, geloof in jouw talenten, in jouw gaven. Dat is die Zuidmaanknoop dat ik over sprak. Dat zijn jouw gaven, jouw karmische talenten dat jij zelfs mee hebt vanaf bij geboorte, als het ware. Die enkel uniek zijn voor jou. Geloof daar ook in, zelfs als het wat moeilijker is. En want ik zei, het is een intense periode die eraan komt. Het kan wat drama met zich meebrengen eventueel, maar laat dat niet uit jouw lood slaan. Hè? Deze kaart is er ook voor om jou dat te doen herinneren. Oké, mooie krachtige boodschappen alvast, liefste Steenbok. Ik ga heel graag over naar de tarotkaarten zelf. Ik neem algemene kaarten, algemene boodschappen. Meestal zijn ze allemaal gelinkt aan elkaar, soms niet. Ik neem ankle jumpers. Ik zal de kaarten tonen aan jullie en dan zal ik ze nog met een tweede deck volledig verklaren. Alright, here we go. Show me what we need to know, please, for Capricorn, the energies for next week, please. Thank you. The energies for next week, please, thank you. For Capricorn, anything we need to know. Thank you. Thank you. Couple more, please, for Capricorn, for the collective. All right. Good. Yeah. Ja, ik heb de allereerste kaart, is een van de grootste kaarten op opportuniteit op zakenvlak, op carrièrevlak, op uw werkgebied. Hè. Dit is een nieuw pad dat voor jou ligt. Dat is een Ace of Pentacles. Je ziet dat hier ook een hele grote pentakels. Pentakels zijn money. Is werkgerelateerd, financiën gerelateerd. Maar een nieuw doel, een nieuwe weg, een nieuwe baan dat je in staat, ligt klaar voor jou. Hè. Dat is de simpelste manier om deze kaart om mee te beginnen om uit te leggen. Ik heb ook de Nine of Cups. Dus daaraan gerelateerd, die twee kaarten samen, toont mij aan dat er een wens in vervulling komt met betrekking tot jouw werk. Tot wat dat jij wenst, tot jouw levensdoel zelfs. Het hoeft niet altijd werk te zijn, hè, voor degenen die niet meer werken, voor de mensen die eventueel gepensioneerd zijn, maar die nog iets wensen te betekenen, ook wel in de maatschappij. En jij voelt gewoon, kijk, ik wil iets meer bijdragen, ik wil iets nog doen bijvoorbeeld, dat ik nog mijn stempel ergens kan drukken. Dat is die stempel die klaar ligt. En dat is jouw hoop en jouw dromen daarvoor die in vervulling komen. Oké. Ik heb wel twee kaarten die wat negatievere energie met zich meegeven. Ik heb hier een Five of Cups. Bij de verklaring zal ik dan ook wel zien waarover dit kan gaan. Maar normaal gezien deze kaart zal spreken over een soort van een verlies. Een soort van momenteel niet helemaal in balans zitten met uw emoties. Bepaalde zaken niet helemaal duidelijk zien. Dat kan nog altijd, want we hebben net die volle maan gehad in maart.
dat zaken niet helemaal duidelijk waren, dus dit kan. Astrologisch gezien is dit voor mij wel redelijk duidelijk. Dus de Five of Cups, je ziet hier ook, hè, die man zit echt wel een beetje verslagen, hè, of die ridder als het ware. Die kijkt hier ook wel naar drie bekers die omgevallen zijn, waar er niks in zit. Er ook geen wijn of water of wat er ook moet in zitten, niet meer in zit. Maar achter hem staan er nog twee bekers die wel rechtop staan, waar er wel drank of water in zit. Hè. En die twee bekers staan eigenlijk zelfs voor een relatie. Want dat is de Two of Cups. De Two of Cups is eigenlijk een heel mooie soul connection dat je hebt met iemand. Dus die persoon is eigenlijk... Ja, die staat in het leven en die ziet eigenlijk gewoon niet wat er aanwezig is van liefde in zijn leven of haar leven. Hè. Die dient zich gewoon om te draaien en te zien dat er heel wat liefde aanwezig is voor deze persoon. Hè. En dat er zelfs eventueel ook een heel mooie connectie klaarstaat voor deze persoon. Maar voor een of andere reden ziet deze persoon het niet. Het ligt onder Field of Dreams. Oké. Ik heb ook de Ten of Swords. Hè? Dus daar is echt wel duidelijk, dat is een einde. Dat is een einde aan een mentaal aspect. Iets dat je zit overbroeden hebt. En je ziet al die zwaarden hier naar beneden komen op die persoon. Die persoon ligt precies dood. Dat is niet echt dood hoor. Maar het is wel een einde aan iets. Een einde waar dat je al lang, want tegen dat je aan 10 zwaarden komt, heb je al een hele weg doorgegaan. Heb je al die zwaarden doorlopen. Dus de 10 is een einde, maar weet dat dit ook een nieuw begin is. Want een 10, 1 en een 0 staat ook voor 1, een nieuw begin dat eraan zit te komen. Dus soms moeten we doorheen dat volledig, door volledig al die zwaarden gaan voordat we iets kunnen afsluiten. En dan ook terug loslaten. Hè? Dat is die stap voor stap gaan, hè? Geen enkele trede overstaan. Om iets nieuw te kunnen proberen of om het licht ergens terug te zien. Hè? Ik heb de Hierophant, dat is mooi. Dat is, ligt onder Unlock Your Magic Within. Hè. Dat is voor mij een magische kaart ook al. De Hierophant is als een, ja, een verrijzde, geleerde man. Dat is een zeer spirituele kaart ook. Dat is een enlightened kaart. Dat is een persoon die heel spiritueel ook is. Die al zijn krachten ook ten goede kan gebruiken, ten eerste. Maar enorm gegroeid ook is in zijn zijnde, in zijn spiritualistische kant, in zijn karma, die enorm geleerd heeft. Hè. Als het ware, deze man was eerst een leerling en wordt de leerkracht, als het ware, door al de stappen die hij ondergaan heeft in zijn leven. Ja. Alles geleerd heeft, al die zwaarden doorlopen heeft in zijn leven, ook afgezien heeft en meegenomen heeft en genezen heeft, om dan nu eruit te leren en dan als het ware te kunnen doorgeven terug aan anderen. Hè. Maar die persoon is enorm spiritueel geconnecteerd ook, als het ware. Dus gebruik die gaven dat jij hebt. Hè. Gebruik ze ergens wel met betrekking tot een levensdoel van jou. En dat heb ik ook heel mooi. Ik ben blij dat ik deze kaart ook zie. Ik heb de Three of Wands. En dat had ik ook al aangegeven. Deze relateert, dat is nummer 3. Deze relateert met deze kaart, ook nummer 3. Dat is wanneer, in het Engels zeggen we hier, dus your ship's coming in. Dus je ziet die man hier op de oever staan. En dan zie jij die schepen die aan het binnenkomen zijn. Hij is eigenlijk aan het wachten als zijn schip binnenkomt, dat hij erop kan stappen en het af kan bollen, als het ware. Dus hij voort kan gaan. Dus hij staat op het moment op de oever aan het kijken vooruit naar de grote wijde wereld om een stap te gaan zetten. Nu, 1. Het kan letterlijk zijn dat jij daarmee op reis zult gaan, maar bij mij heeft deze kaart in dit aspect betekenis. Die staven zijn ook jouw intenties dat je gezet hebt, dat jij gaven hebt geïmplementeerd, dat jij plannen hebt gemaakt, gedisciplineerd, blijven staan, niet opgegeven hebt, zodanig dat jij nu begint resultaten te zien. En dat zijn de resultaten, dat is die volgende stap dat jij zet. Hè? En die ligt onder de kaart van trust your talent en changing times. Nu, dat zijn veranderde tijden. Dat zijn tijden wanneer dat jij zult veranderen ook van richting. Je zult niet meer op die oever blijven staan, nee, je zult vooruit gaan. Al is het dat je in die zee springt, al is het dat je op dit schip springt, maar je horizon te zijn gezet om verder te gaan. Oké. Okay. Goed, we gaan de kaarten verklaren. Hè? Weet dat al mijn decks op voorhand al geshuffeld zijn geweest, maar ik doe dit off-camera, anders duurt het gewoon veel te lang. Het zijn al lange video's. Alright, Ace of Pentacles. Clarify the Ace of Pentacles, please.
Oké. The King of Swords. Ik kreeg hem omgekeerd. En de King of Swords omgekeerd op de Ace of Pentacles. Spreekt over dat je moet opletten, dat je moet luisteren naar je innerlijke waarheid, als het ware. Zeker met betrekking tot iets nieuws, een nieuw pad dat voor jou open ligt. Dus het zal heel van belang, of zeker van belang zijn voor jou, om een connectie te maken in, tussen hoofd en hart. Maar echt wel hart ook, die emoties, die innerlijke intuïtie, u laten te begeleiden. Ik zie wel, de King of Swords omgekeerd is ook wel, spreekt wel over uw logica ook niet volledig volgen. Dus kan dus zelfs over manipulatie ook gaan spreken. Dus let op dat je ook niet te maken hebt met mensen die een soort van manipuleringsgedrag hebben rond jou. Als dit aanwezig is, zou ik dat echt wel zo snel mogelijk plaatsen en achter jou laten. Maar dat is een zeer gecontroleerde energie. Hè? Als een kaart op die manier valt, hè, King of Swords, wil zeggen dat er bepaalde kracht misbruikt wordt, als het ware. Ik ga er nog een kaart op vragen voor duidelijkheid. Clarify that King of Swords in reverse, please. Clarify that King of Swords. Ja, yeah, Five of Cups. Oké, dus is er iets in het verleden zelfs, hè? Of zelfs nu momenteel op werkgebied eventueel dat niet 100% correct was, want dat jij eventueel iets niet 100% correct gedaan hebt, of iemand anders, en dat heeft betrekking op jou gehad, probeer dit los te laten. Hè? Ook op carrièregebied, heb jij persoonlijke, ik zal maar zeggen, setbacks gehad. Wat zijn setbacks in het Vlaams? Bepaalde zaken die niet 100% goed gelopen zijn. Probeer jezelf daarin te vergeven. Hè. Zoals ik zei in het begin, wij zijn geen machines. Wij kunnen niet 100% alles altijd correct doen. Dus wees ook lief voor jezelf. Hè. Zeker de komende weken met deze eclipse. Die energieën vragen niet alleen voor met anderen, maar ook met jouzelf rekening te houden. En die grenzen te zetten. En ook de grens is ook niet te strikt zijn met jezelf. Dus vergeef jezelf eventueel voor zaken in het verleden ook. Ik heb de Five of Cups nu op die King of Swords omgekeerd op de Ace of Pentacles. Spreek voor mij is, kijk, zaken van het verleden echt wel loslaten. Zaken waarin dat je voelde van jezelf eventueel, dat je niet sterk genoeg waard ook, om eventueel een keuze te maken ook. Wees daar niet te streng in. Laat dit los. Hè. Zodanig dat je je intentie kunt zetten naar nieuwe zaken, naar dit nieuwe pad dat voor jou ligt. Ja. Probeer ook die zaken daarin te simplifieren. Hè. Want ik krijg hier wat chaos door in het hoofd ook. Ook in de emoties, beide. En dat ligt dan onder die simplicity kaart. Hè. Dus probeer daar in stilte ook eens over na te denken en dan los te laten. De zaken zoals een trechter te simplifieren. Oké. Okay. Als dit een boodschap mag zijn voor iemand. Oké. Okay. Give me one more on the Nine of Cups, please. One more on the Nine of Cups. Ja, van de 8 naar de 9. Dus ook daar, mocht er in jouw leven, want ik heb gebroken hart en ik heb 8 of Cups. Dus toont mij aan dat jij bepaalde zaken van het verleden echt wel achter jou zult laten. Zaken, ik zal niet zeggen, dat is niet letterlijk dat jij een gebroken hart hebt. Nu, het kan wel. Hè. Er kunnen steenbokken zijn die momenteel zeer moeilijk hebben. Eventueel ook in relaties. Want het gaat over cups, dus het gaat over emoties. Die ergens pijn hebben gehad met een relatie. Het kan zeer goed. Maar weet dat die kaarten aantonen dat jij die zaken achter jou laat. Dat er een moment is dat jij dat allemaal kunt plaatsen. Ook zaken op werkgebied achter jou kunt laten. En dat je op weg bent naar een wensvervulling die eraan zit te komen. Want je gaat van de 8 naar de 9. Van de 8 naar de 9. Dus de 8 is achter u laten. En de 9 is die wens die eraan zit te komen. Oké? Okay? Ik heb hier toch twee keer die Five of Cups, hè, speciaal.
Five of Cups. Clarify, please. Clarify the Five of Cups. Ja, oké, okay. Dat is die ace, hè. Ja, die liefde, die creativiteit, die nieuwe gevoelens, die nieuwe begin dat eraan zit te komen, kan zijn dat jij dat momenteel niet ziet. Dat je even geblokkeerd zit. Hè. We zitten ook nog in het sterrenbeeld van Vis. Hè. Vis is wat dromerig, hè. Dat is die Field of Dreams. Dat is zeer Pisces, Vis-gerelateerde energie. Maar dat wil ook zeggen dat bepaalde zaken niet 100% duidelijk kunnen zijn voor ons. Dus ik had hier die man die hier die twee bekers niet ziet. Wel, hij krijgt er hier nog een keer de grootste beker van al op. Dus de grootste beker van al wil zeggen heel veel liefde dat klaarstaat voor jou. Heel mooie relatie eventueel ook die klaarstaat voor jou. Maar bovenal nieuwe creativiteit dat eraan komt. Nieuwe geïnspireerde, nieuwe beginnen die eraan komen voor jullie. Uw intuïtie die als het ware weer aangewakkerd wordt. Ja, heel veel liefde dat op jouw pad komt, als het ware. Ligt onder de Field of Dreams. Jij dient je gewoon om te draaien. Hè? Jij dient gewoon te kijken wat dat er allemaal aanwezig is in jouw leven. En ik ben zeker dat er gigantisch veel liefde voor jou aanwezig is. Maar is het niet over liefde, dan is het echt wel een nieuw creatief begin. Hè? Dus zelfs waar dat jij denkt dat je vastzit, of dat je eventueel geen nieuwe inspiratie hebt, of dat iets niet volledig van de grond geraakt, dan krijg je op een keer die Ace of Cups die aantoont dat dit er wel aankomt. Maar stap voor stap. Oké. Okay. Ten of Swords, please clarify that. Ten of Swords. Bam. En de Nine of Pentacles. Ja, oké, okay, maar dat vind ik fantastisch om te zien. Want kijk, terwijl dat je hier al die zwaarden doorlopen hebt, dat je moeilijke hoofdstukken hebt moeten afsluiten in je leven, heel wat karmisch geladen eventueel ook geweest zijn, dan zie ik nu daar heel mooi de Nine of Pentacles op verschijnen. En de Nine of Pentacles is echt je beloning dat eraan zit te komen, omdat jij volgehouden hebt. Je beloning met meer. Ja, financieel geluk ook eventueel, meer balans in jouw leven, meer onafhankelijkheid in jouw leven, persoonlijke onafhankelijkheid ook. Het is een financiële kaart, dus voor zij die het financieel moeilijk gehad hebben, dan kan ik echt wel zeggen dat het einde van een hoofdstuk is en dat er een nieuw volledig hoofdstuk aankomt waar dat jij financiële stabiliteit aantrekt. En financieel ook afhankelijk zult zijn. Dus het heeft hier iets te maken met een job die eraan zit te komen, denk ik, waarbij dat jij zelfs financieel veel onafhankelijker kunt zijn. Unlock the magic within. Dus maak die magie in jou wakker. Laat die gaan. Ja? Rem die niet af. En het is jou echt gegund, vind ik. Ik heb het al een paar keer gezegd, want jullie hebben de voorbije 22 jaar Pluto in jullie teken gehad en dat was wellicht zwaar. Hè? En dat is voor mij staat dat voor die laatste 22 jaar voor jullie. En nu komt er alleen maar beterschap voor op jullie pad. Oké, Hierophant. Bij de Hierophant. Thank you. Page of Pentacles. Kijk, ook daar weer. Hè. Bepaalde zaken dat jij geleerd hebt. Hè. Ik denk dat jij aan het manifesteren, aan het aantrekken bent. Iets door zaken dat jij geleerd hebt. Is dit zo niet? Dan vragen de kaarten echt wel om te vertrouwen op jouw talenten, op jouzelf. Dat is het allerbelangrijkste dat je kunt doen, zelfs in dit leven. Vertrouw op jezelf. En dan manifesteer je, dan trek je aan alles wat dat je wilt. Want de Page of Pentacles staat hier. Letterlijk voor de deur, klaar. Om nieuwe zaken te kunnen leren zelfs. Dus het kan zelfs zijn dat jij hier in het traject bent van iets nieuws te leren. Een nieuwe cursus aan het leren bent. En dat jij hier een stapje hoger aan het gaan bent. Waardoor dat jij, doordat je die bepaalde vaardigheden aan het leren bent, hè, dat je heel veel zaken aan het aantrekken bent. Heel veel nieuws, heel veel informatie die op jouw pad komt. Met betrekking tot nieuwe zaken dat je aan het leren bent. Oké, en show me that three of wands, please. Thank you. Ja, dat is hier de keuze dat jij dient te maken. Oké, okay. Give me one more, please. On the three of ones. Tja. Ja. The Queen of Swords en de Two of Swords.
Dus terug daar. Ja, ik denk dat jij met betrekking tot jouw toekomst, hè, want dat is een toekomstgerelateerde kaart. Hè, die Three of Wands, dat ik zei, hè, om dat schip te springen, maar je staat nog op die oever. Dan zie ik hier dat jij voor een tweesprong staat, dat jij een keuze moet maken. En dan krijg ik er nog eens de Queen of Swords op. Dus Queen of Swords is een zeer, zeer strategische, doelgeoriënteerde energie. Zwaard voor haar neus. En ze kijkt als het ware over het zwaard naar haar doel en ze gaat er niet vanaf. Dus die keuze is eigenlijk al gemaakt. En wat ik speciaal vind om te tonen ook aan jullie, je ziet hier twee staven staan, als het ware. En dan heb je hier ook nog een keer die twee zwaarden. Dus beide tonen ze als het ware een keuze aan dat jij dient te maken. Hè? Welke van de twee ga je nemen? Ga je blijven staan op de oever of ga je op dit schip springen? Dat zal de keuze zijn voor jullie. Gaan of blijven staan. Zo, ik ga de video hier stoppen als het ware. Nee, ik zal de lezing hier stoppen. Ik hoop dat deze boodschappen, of enkele van deze boodschappen, alvast resoneren voor jullie. Zowel, dan mag je zeker de video liken, eventueel ook abonneren, op het belletje klikken, dan word je op de hoogte gehouden van nieuwe video's. Maar voor nu wens ik jullie alvast een heel fijn weekende. Een zeer leuke week ook. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel om te kijken. Dag Steenbok.